Beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Ammarino. Get fit or die trying! Vandaag ga ik mezelf een nieuwe challenge opzetten en wat we dan dus gaan doen is de Olympische topatleten meten. Kijken of een normale sporter tegenover een topsporter, wat het verschil daarvan is in de tijd. Ik neem jullie mee naar de atletiekbaan in Leiden. Ik ben nu zeg maar zojuist aan het opzoeken welke records er allemaal zijn en die ik wel misschien kan proberen als het niet te erg is. En het eerste wat we dus zoeken is Usain Bolt 100 meter record. Krijgen we te zien. 9,58 seconden in 100 meter. Man, dat is snel, jongens. Maar goed. F***ing. Ammarino, schijt eraan. Ik ga het gewoon proberen en we zien wel hoe snel ik hem haal. Huh? En dat is dus één. Dan zullen we nog meer zoeken. Even kijken, dat verspringen, dat vind ik ook wel vet. Verspringen record. Bij de mannen staat op 8,95 meter. Verspringen. 9 meter! Oké, dus dan hebben we de 100 meter sprint en dan hebben we ook nog het verspringen. Wat we dus gaan doen, we gaan gewoon alvast richting de atletiekbaan. En gaan we gewoon kijken hoe het er allemaal uitziet. En dus ik ben heel vaak van het spontaan en alles. Dus als we er zijn op locatie, dan verzinnen we wel weer wat. Ammarino, een normale sporter, die gaat zichzelf challengen tegen de Olympische topatleten. Wat de records daarvan zijn en dan gaan we kijken hoe ver ik hem haal. Yes, blijf kijken. Tot zometeen. Leg ik nou wel straks na die training. Jezus, lekker dagje weer, jongens. Het is heerlijk weer. We gaan zo meteen lekker zweten. Zo meteen nemen we even lekker het laatste koepje van buskruid. En dan gaan we echt als een kanon. Gaan we echt als een kanon. In de startblokken. Goed weekend gehad allemaal. Wel toch? Nog 5 minuten lopen. Hier moeten we zijn. Oh jezus. Maar wacht even. Maar dit is ook wel vet, man. We gaan eerst even deze doen. Let's go. Oh wow, jongen. Ik word nou al moe als ik het zie. Kijk eens wie we daar hebben. Dames en heren, geniaal Pip. Fabio. Hoe is het, jongen? Gaat goed? Ja, ik dacht, ik trek zelf ook wel een paar sprintjes. Ja? Ja, is dat goed? Ja, maar. Leuk, hoor. Is de behoorlijke competitie, jongens. Ja, oh, sowieso. Gewoon wij als normale sporters, de Olympische topatleten, te gaan de records checken. Oké. Okay. En hij rende 100 meter in 9,56 seconden. Ja, ja. Dus we gaan kijken hoe ver wij komen. Ja, ik hoop dat je niet onder de 12 komt. Dus, we gaan het gewoon proberen. Als je in de buurt komt, kan het los. Ja, dus ja, dames en heren, we gaan het gewoon proberen. Weet je, wie doet er zoiets? Alleen wij. Gaan we doen. Ja, toch? Het wordt het racestukje, jongens. Hier is waar ik vandaan kom. Irak, Bagdad. Even kijken of we nog wat in hebben. Er zit nog maar heel weinig in, jongens. We hebben hier zo'n vol potje, jongen. Ik kan gewoon het potje bijvullen, inderdaad. Gaan we 100 meter, als een kanon erachter straks. Als een kanon. Oh, zo, dat wordt afzien. Maar maakt niet uit. Let's go! Zullen we een rondje voorlopen? Ja. Barefoot ook nog, hè? Zo, waar we net dus begonnen? Fabian. Zo. Alright, nou, we hebben een rondje ingelopen. Nu een beetje lies losmaken, dus ga je echt vaker die knieën even open. Ja. Dus wat we gaan doen, dat is een paar keer. Vanaf hier tot aan die gele lijntjes. Gaan we gewoon starten en dan tik 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 tik. Dan gaan we even versnellen en
Weet je, als je bij die blauwe lijn bent, kan je eigenlijk al afremmen. Dus als je nou hier bent, tik. Usain Bolt, you are watching. We're gonna test your record. Ja, hij heeft natuurlijk drie keer zo lange benen, dus ik ga er niet vanuit dat we hem inhalen, maar ik ga wel mijn best doen. Het is nog leuk om te weten wat de record van ons is in 100 meter sprint. It's ride or die. Get fit or die trying. Let's go. Ik zoals ik net al zei in de vlog, Amarino is van de spontaan. Fabio hebben we gewoon onderweg gevraagd. Fabio, wat ben je aan het doen? Heb je zin om mee te gaan doen? Nou, hier, boem, je ziet het. Dames en heren, kijk. Hier staat het aangeven. Dit is de 100 meter. En vanaf hier helemaal daar bij die finish. Bij die grote trap en die nummer tot de deur. Hij zat in de fik, jongens. Hij zat in de fik. Oh, dat droge trainen heb je toch goed gedaan, man. Misschien moet ik ook maar zo gaan beginnen. Ik heb heel weinig gegeten, omdat ik onder de 2000 calorieën moet zitten. Ik heb er nu zo 600, 700, 800 vandaag. Wat we gaan doen. Dus, wat gaan we doen? Ik ga dit ook nog een beetje oefenen een keer. Hè? En dan ga ik ook nog een klein beetje die droge training sessie gooien. Dan gaan we dit over een paar maanden nog een keer doen. Even kijken wie er zijn. Ik ben benieuwd hoeveel seconden ik heb gehad. 13,86 jongens, 13,86 betekent 3 seconden, 4 seconden langzamer dan Usain Bolt. Nou, ik ben best wel trots op mezelf. We gingen als een kanon, buskruid, dik esso naar jullie. Oh. Ik wil hem sowieso weer over tijd gaan verbeteren. En jij ook? Sowieso. Voor mij is het moeilijk, want ik zit wel steeds in mijn bullen. Ja. Dus, Okay. 10 kilo aangekomen dit jaar. Ja. Beste kijkers, we gaan nu naar het verspringen toe. We gaan even opzoeken even wie het vers heeft gesprongen en hoe ver dat is. En dan gaan we even kijken hoe ver wij komen. Yes, check mee. Oeh, dat was echt lekker, man. Ik kan nog wel een keer. Maar we besparen een beetje energie. Een sprintje maken om die bakken te springen. Hier, kijk mee. Hey, we hebben één probleem. De zandbak zit op slot. We hebben een uitdaging. 1, 2, 3. 4, 5, 6, ja, maar ik kom misschien daar. 7, 8. Het wereldrecord is ongeveer 7 meter 40. 8 meter nog wat. 8 meter nog wat. Blijf liggen, blijf liggen. Oh, even ver. Voor eerste jump. 1, 2, 3. 4, 5 meter. Ready? Daar komt hij, zwaar geschud. Fabian. In ieder geval hartstikke bedankt dat je mee wou doen. Laatst heb ik met jou meegetraind. Heb je mij begeleid met zandzakken en andere soort apparaten. Lijkt het je leuk om een nieuwe vlog daarvan te maken? Ja, absoluut. Ja? Ik deel je graag mee aan de rest van de wereld hoe mijn keuken eruit ziet. Ja. En, ik ben vandaag even meegegaan om jou te begeleiden binnen de wereld van de atletiek. Mm-hmm. En laten we de volgende keer jouw geniaal fit journey een beetje laten zien. Want ik heb toch vaak met je getraind in deze afgelopen maanden. Daarom, sowieso. En, de fit en fresh combi van jou en mij, dat is wel goed gelukt, weet je. Ja, toch? Die zwerverbaard ben ik verloren. Die potpet ben ik verloren. En ik heb verliezen. Ja, toch? Is goed, volgende week bij mij. Yes, volgende week bij jou. Dames en heren, vlog nummer 5. Dat wordt bij Geniaal Fit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Laat een leuke reactie achter. Check hem op zijn Instagram, @geniaalfit. Voor als je personal training wil. Check Amarino en gekke kapsels. En volg ons op onze kanalen. Like en abonneer. Laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer. Ja toch? Later! Damn.
Let's go!